Ik heb een keer bij HBM zo'n kastje gekocht met allemaal van die draadjes, allerlei schroefjes. En ik zoek dan steeds naar een ideale opbergplek. En nou had ik ook een van die lijsten, had ik magneetjes in gedaan. Dat zit nou goed vol, maar dan krijg ik dat laadje haast niet eruit. Want dat plakt aan elkaar. En dan moet ik echt dit allemaal even eruit halen. En dan zit het als een klont. Ja, dat wil wel. En eens kijken, zit hier nog wat? Ja. Mede door het feit dat kastje zo'n staal is, gaat het natuurlijk ook op andere dingen vastzitten. Kijk, over hier voel ik ook nog een magneetje. Er toch niet uit. Hier heb ik hem. Schoon is mijn kunstgebied. Toen dacht ik heb van die shampootjes en dat is glas, nou dan kan het geen problemen opleveren. Begin ik maar met, hij staat, die grote, het gaat allemaal aan elkaar zitten. Als ik dit ook toegestuurd krijg, dan pakken ze dat heel dik in papier in. Kijk, en dan gaat hij op de kop vastzitten. Nou, dit wordt ook niet veel, geloof ik. Ik heb ruimte zat, maar helemaal niet. Langs elkaar heen doen ze het niet. Kijk, want dat stoot af. Ik kan natuurlijk wel met een plakbandje aan elkaar plakken. Kijk, en als ik straks gewoon een mesje, dan snijd dat open. Dus, een glazen potje, dat gaat dus ook niet. Zo'n laadje willen hebben, daar zo. Maar als ik dat nou van hout maak, zou dat dan helpen? Ik heb hier een klein kistje, dat is voor mijn kaartjes, voor in mijn camera. Kijk, nou heb ik hier, dat was gevaarlijk trouwens met die magneten erbij. Als ik dit nou zo doe, en dan een scheiding erin, want dat lijkt een beetje op zo'n kistje, die is dan wel hoger, maar helpt dat? Zou dat, kijk, reageert dat op elkaar? Een beetje wel, dat voel ik wel. Ik hou niet veel ruimte over, maar ik heb hier 18 mm. Aan de zijkant, in het midden een schotje van 18. En dat niet ik even aan elkaar. En dan moet dat net zo groot worden als dit laadje. Dus dan kan die eventueel in mijn systeem. Nou, die past er niet eens in. Dus daar zijn we goed mee weg. Dit gaat maar net. Maar je zou ze zo in kunnen zetten. Zo. En als ik deze nou hier doe,
Er zit één te veel in. Want een laarsje, dat is te duur. Zo. Ja, je voelt hem trekken. En niet dramatisch. Maar zou dat nou zo dun zijn, dan gaat hij wel trekken. Naar elkaar, denk ik. Als we dit nou ertussen zetten. En we nemen hier magneten. Kijk. Ja. Maar niet veel hoor. Ik zie wel dat het reageert. Nou. Als het nou een hele rij is. Zo. Kijk, dat reageert. Dat is, even kijken. Als ik zoiets heb, deze dikte. Dan doet het al minder. Dus dat is acceptabel. Dus als ik een dingetje maak van zo'n 7, 8 mm. Dan heb ik ook meer ruimte. Nou. Ik moet eigenlijk wel hier iets hebben voor een knopje of zo. Dus ik kan er niet uithalen. Nou, tot nu toe tevredenheid. En ik heb hier nog wat losse. Daar doe ik nog wat in. Maar dat zal wel. Ja, het rolt er zo uit. Even los jij. Zo, terug. Deze hier. Die daar. Zou je dat af moeten sluiten, dat dat niet omhoog komt? Nee. Gaat goed, hè? Nou. Gaat goed. Hier heb je last. Oké. Okay.